a little bit of shit, put a little bit of shit, put a get a little bit of gasoline. Welcome to another crisis. Yo mensen, top dat kijk deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA 1999. We hebben vandaag weer de nieuwe Dirk Kuyt FC Bayern München carrière mode. En we hebben vandaag hele bijzondere wedstrijden, hele belangrijke wedstrijd, waaronder de wedstrijd tegen Real Madrid voor de Champions League. En ja, dan gaan we het aanpassen in de komende wedstrijd erom. De spelers zijn geschorst, dus die kunnen niet mee. En we gaan hopen dat het gewoon toch nog met die aanpassing, want Tonali dus niet in de basis staat, dan het dan toch nog goed gaat komen. Hier zien we de opkomst van de spelers. We zien onze spelers en de spelers van Real Madrid. Voorafgaand dat we gaan beginnen, ik heb nu iets zeggen. Ik heb 480 abonnees. Misschien dat ik het opneem weer niet. Het maakt mij soms echt niet uit. Maar in ieder geval de 480 abonnees die ik hier geabonneerd heb, wil ik bedanken bij deze. Dutch FIFA 2020 op Instagram. Hij heeft geen YouTube volgens mij. Althans, wat ik niet zeker weet. Maar goed, zijn Insta dus Dutch FIFA 2020. Ja, bedankt sowieso voor de 480. Ik wil sowieso iedereen bedanken voor het abonneren. Gewoon Evi. We hebben een Bram nog. En wanneer je geen naam weet, is ook alvast gereageerde. We hebben Mike Games. We hebben natuurlijk Dutchman, Tim. Rudy natuurlijk ook. Rudy is geabonneerd, want hij hoort bij mij. Maar goed, alle abonnees die tot nu toe altijd geabonneerd hebben en altijd reageren. Super bedankt ervoor. En we gaan gewoon vol verwachting kijken wat dit jaar nog gaat gebeuren. Ik hoop de 400 aan te tikken. Maar goed, ik heb eerder gezegd dat op zich maakt niet uit hoeveel ik heb. Maar het 400 zou wel een mooi streven zijn. Zeker ook omdat FIFA 21 aankomt. De meeste als de nieuwe FIFA komt, dan gaat ook mijn abonnees iets omhoog. Dus ja, ik hoop in ieder geval de 400 aan te tikken. Als het niet zo is, ook prima. Mij maakt het niet uit. Jullie zagen onze opstelling, maar dus Tonali niet speelt en de opstelling van hem. Dit zagen jullie ook. We gaan gewoon beginnen aan de wedstrijd. Bozenik begrijpt met de kans en het is de 1-0 voor Bayern München. Het is Robert Bozenik die ons op de voorsprong schiet. En zo is het dus 1-0 voor Bayern München. Robert Bozenik. Een van de spelers die ik echt mee ga nemen naar de volgende club als we vertrekken dit seizoen bij Bayern München. We vertrekken sowieso. Maar dan neem ik hem dus ook mee naar die club waar ik naartoe ga. Morgen hebben we natuurlijk weer van mij de Bet van Marwijk career mode met Cardiff City. En zaterdag ook. Zaterdag ook natuurlijk raad de Feyenoord. En het weekend natuurlijk, als het goed is, hij is nog niet binnen, de unboxing van een Feyenoord thuisshirt. In ieder geval hebben we helemaal dit nu het balbezit die op jacht gaat naar het doelpunt. Hier komt de bal bij Fitness Junior. Bal gegeven, weggehaald door Loftus-Cheek, opgevangen door de Rodri. Havertz, helemaal dit nu met een gevaarlijke aanval. Havertz, Junior. Ik kan die bal voorgeven, wij verdedigen totaal niet goed. Komt de bal voor, weggehaald door Senesi. Hier helemaal weggehaald door Koma. Nu de goede aanval, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong en daar loopt Bozenik vrij. Dan wordt het denk ik toch Summerville. Nog steeds Frenkie de Jong. Meegeven inderdaad op Summerville. Goede kans nu voor een voorzet om het af te maken voor het doelpunt. Komt er dan Koma. Controleert de bal, Senesi. En de bal op de paal en aan drieband voor Koma. En is het inderdaad 2-0 voor Bayern München. We staan voor. Toen eerst een schot dat op de paal ging en daarna een intikketje voor Koeman zorgde ervoor dat we op de 2-0 voorsprong komen. In de 33e minuut ondertussen nu. Als Real Madrid er gevaarlijk uitkomt, Dybala. Kans voor Real Madrid, verdedigers lopen elkaar in de weg en dan komt er een kans en is het een tegendoelpunt. Dan staan we nog steeds al voor, maar is het wel een tegendoelpunt. Dus 2-1, Dybala met het doelpunt. Beide ook tas mis. En is de tweede helft ondertussen begonnen. 48e minuut en wij staan op de mooie 2 in voorsprong alsnog. Nou ja, we hebben natuurlijk nog de uitwedstrijd tegen Real Madrid. Ja, die willen natuurlijk ook gewoon goed. Deze moet je sowieso goed afsluiten in een thuiswedstrijd. Hakimi. Tackling is het door de licht. Overtreding ook van Matthijs de Ligt. Komt ook de vrije trap aan. Dat wel sowieso, maar geen kaart van Matthijs de Ligt. Dat scheelt. Wel eens de vrije trap tegen voor Bayern München. Werd opgenomen. Gevaarlijk. Weggehaald door Zagadou. Weggehaald door Summerville. En nu de aanval met Bozenik. Goed. Robert Bozenik is op snelheid. Kan hem meegeven. Goed gestoken richting Ødegaard. Komt er een kans. Martin Ødegaard kan hem afmaken en dan vliegt hij erin. 3-1 voor Bayern München en het is het Martin Ødegaard die hem maakt. Prachtig doelpunt zeg van die middenvelder. En hij mag het dan ook schitterend afmaken. En is het de 3-1. En dan kijkt
Dan gaan we dit weer tegen een iets grotere achterstand aan. Wat ze niet willen. En ze gaan ook gouden aanval weer zoeken. Moeten gaan verdedigen. Junior met de bal bezit. Krijgt de bal voor. Weghalen nu. Dat gaat niet lukken. Gaat helemaal over iedereen heen. Dus opvangen door Coman. Loftus-Cheek. Frenkie de Jong. Loftus-Cheek. Goed. Bozeniek. Krijgt de bal niet bij zich. Hakimi onderschept. Fernandes. Havertz. Junior. Fernandes. Goeie onderschepping. De Ligt nu. Loftus-Cheek. Zagadou. Frenkie de Jong. Coman. Goed. Coman is er nu langs. Kan die dan nu goed voorgeven? 63 minuten. Coman. Kappen. Voorgeven richting Bozeniek. En de redding van Courtois. En de bal uiteindelijk bij Hakimi. Wat gaat hij dan doen? Hij houdt de bal nog. Hij gaat niet in één keer wegschieten. Nu wel. Komt aan met Junior. En de aanval nu voor helemaal dit. Gevaarlijke aanval. De 66e minuut. Bij Muzi zit in de achtervolging. Maar we krijgen die bal daar niet meer terug. Zo komt er een gevaarlijke kans. En dan wordt die bal te slecht voorgegeven. De Ligt kan onderscheppen. Dus het is weer voor Bayern München gevaarlijk. Nu Coman. Goed. Summerfield. Goede paas. Meegeven. Udegaard. Mooi gedaan richting Coman. Komt er een kans voor de 4-1 dan. Coman raakt de bal kwijt. Rodri. Bijna daar heel fout opgelost. Maar uiteindelijk toch nog steeds Real Madrid met Rodri. Ja, er wordt druk gezet door Summerfield. Maar ze behouden de bal. En nu komt helemaal dit weer uit Havertz, Hakimi. Ver richting Rodrigo. Maar het is Frenkie de Jong die de bal onderschept. Bozeniek. Bozeniek wordt nog geraakt door een bespeler van Real Madrid. Maar toch nog steeds bij München. Eudegaard nu dan. Coman. Kan hij meegeven? Ja, hier. Eudegaard nu schieten. Schot geblokt. En aan de rebound hier Loftus-Cheek. En de bal over. Nog een kwartier te gaan. En het is 3-1 voorsprong voor Bayern München. We staan voor en dan doen we het dus goed in de eerste wedstrijd tegen Real Madrid. Thuis in eigen stadion. Wacht ons op de wedstrijd in stadion Bernabeu. Tegen Real Madrid en nu dan uit. En nu komen wij op een 4-1 voorsprong. En het is Eudegaard die het doelpunt maakt. Ik moest even nadenken dat Eudegaard en Frenkie de Jong hier in de game wel aardig op elkaar lijken. Want ze hebben allebei geen gameface. Dan ga ik vanuit, denk ik dat Frenkie de Jong in FIFA 21 wel de gameface zou hebben. Omdat hij nu bij Barcelona zit. En omdat Van der Beek heeft hem al. Dus dan zou je zeggen, Frenkie de Jong moet hem dan ook krijgen. Maar Van der Beek speelt nog bij Ajax. Vooralsnog. We weten al niet hoe het gaat lopen natuurlijk nu in het voetbal. En er is nog 10 minuten op de klok. De 4-1 voorsprong voor ons. We staan voor. En bij deze stand, we weten natuurlijk niet wat het gaat worden. Want het kan uit nog heel lastig worden voor ons. Want helemaal dit een eigen stadion is altijd gevaarlijk. En de tijd dat Ronaldo bij Real Madrid zat, is natuurlijk niet meer zoals het nu is. Dit Real Madrid. We hopen als we vertrekken. Als het geen Liverpool wordt, dan wordt het Real Madrid. Daar ga ik vanuit. En dan gaan wij het team echt helemaal even op vernieuwen. We komen nu trouwens op de 4-2 voorsprong. Want het doelpunt tegen door Real Madrid. Doelpunt te maken weer Dybala. De man van de twee doelpunten van deze wedstrijd. Super van naar de kant. En ook een debutant, een jonge speler, zijn vervanger. De jonge middenvelder. Waar ik heel even de naam niet van weet. Dat gaan we sowieso ongetwijfeld zo te zien bovenin. Bakari, volgens mij. Zoals ik het goed zag, op Bahari. In ieder geval, Sumfield eruit en een jeugdmiddenvelder erin. En de laatste minuten van de wedstrijd bij de 4-2 voorsprong voor Bayern München. Wacht ons de volgende wedstrijd, de wedstrijd in de Bundesliga die ik ga simuleren natuurlijk. Want daar doen we het gewoon echt top in. Dan gaan we sowieso weer kampioen worden. En we hebben de bekerwedstrijd die ik ook simuleer. Behalve die finale dan. Die ga ik dan wel weer spelen. Als we daarin komen. De DFB-bokaal. Maar ik ga ervan uit dan wel. Want dit team is gewoon zo erg in vorm. Zo topteam. We zijn manager van het jaar geworden. Manager van de maand daarna gelijk al. Dus als manager zijn hebben we wel veel bereikt. Wat bij Feyenoord niet gelukt is. We zijn bij Feyenoord begonnen. En bij Feyenoord hebben we volgens mij... Hebben we de beker toegepakt met Feyenoord? Ik weet het niet meer. Volgens mij hebben we wel de beker gepakt. Volgens mij. Maar hebben we niet de titel gepakt als coach. En bij Sevilla natuurlijk wel. Ging het al beter. Hebben we de beker gepakt. Dus zijn hoog geëindigd in de competitie voor Sevilla zijnde. En hebben bij München gelijk het eerste jaar kampioen. En de DFB-bokaal ging echt van het leien dakje. En de Champions League ook trouwens. Hoffenheim, Bayern winnen we met 3-1 voor de competitie volgens mij als ik het goed heb. En dan gaan we nu door naar de tweede wedstrijd tegen Real Madrid. En we hopen die natuurlijk gewoon winnend te gaan afsluiten. We hebben al 4-2 al gewonnen. Dan gaan we dus uit. En uit is altijd moeilijk natuurlijk. In het stadion van Real Madrid. En laten we het beste van hopen. We gaan het interview in. Vooraf gaan naar de wedstrijd. De persconferentie. Diaz. Waarom gaat het niet persoonlijk bedoeld. Maar ik heb gewoon een vaste elftal staan. En Diaz zit er dan niet tussen.
Wellicht dat de volgende coach volgend seizoen hem meer kansen geeft. Ik hoop het voor hem van harte, maar bij ons heeft hij af en toe een invalbeurtje. En daar laat ik het dan ook bij. Even kijken, ik ga het kijken. Lofte Cheek gaat er weer uit. Tonali gaat weer terug in het elftal. Zijn schorsing is voorbij. En Tonali dus weer terug in deze wedstrijd tegen Real Madrid. Nu dus de uitwedstrijd die nou begonnen is. Summerview, waarom is het versneld? Ik heb geen idee. Maakt niet uit. Komen. Overtreding, zo krijgen wij de vrije trap mee. Frenkie de Jong. Bal gegeven, Coman, Dalot. Bal nu in aanval voor Madrid, moeten wij uitkijken. Fernandes, aanval nu. Dybala, Rodri. Dybala houdt ze in de gaten, die is goed bezig. Rodri, Fernandes. Kans voor Real Madrid en dan is het een doelpunt. Rodrigo, we staan achter met 1-0. 3-4 in totaal, zo is het op een heel dun draadje nu deze wedstrijd. Rodrigo met het doelpunt dus in de 8e minuut. Zakadou. Komt er gelijk een antwoord van ons. Coman. Coman gaat er goed langs. Kans nu. Coman. Goede voorzet. En dan komt daarbij Summerfield. Kappen. Schieten. Tonali. De bal net naast. Courtois met de doeltrap. Richting Dalot. Houdt die bal daar. Volgens mij wel houdt hij binnen. Goed. Tackle daarin gezet. Door Bayern München. Nog steeds bal bezit. Tonali onderschept. Goed. Tonali. Goede paas tegen Summerfield. Die ongetwijfeld de kaart gaat krijgen voor de overtreding. Summerfield. Redding. Rebound. En het is de gelijkmaker. Robert Bosnić mag er 1-1 van maken. Het is nu weer 5-3 in totaal. En betekent dat het dus weer wat beter voelt voor Bayern München. In ieder geval dat ze weer gelijk staan. Dat is al heel wat. 1-1. Nu is het weer de normale snelheid in deze video. 22e minuut. Tegelijk maken dus. En nu komt weer Real Madrid eruit. Het is wel steeds over en weer nu. Weggaan nu door Senesi. Goed gedaan. Opgevangen hier door Bosnić. Goed. Summerfield krijgt de bal mee. Heeft ook de gele kaart gekregen ondertussen. Geeft de bal richting Ødegaard. Goed. Martin Ødegaard. Voorgeven. Goed richting Bosnić. En dan is het 2-1 voor Bayern München. In de 26e minuut. De tweede voorsprong. 6-3 in totaal. Het lijkt wel wie zich gaat plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. 3-1. Nee, 2-1. 6-3 in totaal, moet ik het goed zeggen. 2 in deze wedstrijd. En het is nu weer Robert Bosnić die scoort. 2-1. Twee keer dus nu Bosnić. Schule. Daar hebben we dit nu met de balbezit. Onderschept door Summerfield. Weer goed. Robert Bosnić wil natuurlijk voor zijn hat-trick hier tegen Real Madrid. Zal wat zijn, zeg. Rodrigo. Hakimi. Weer nu Real Madrid met het balbezit. 30 minuten gespeeld. 6-3. De voorsprong in totaal. 2-1 in deze wedstrijd. Dybala komt weer uit. Kans voor Real Madrid. Buitenspel van Rodrigo. Vrije trap dus voor Bayern München. Genomen door Senesi. Zagadou. Frenkie de Jong. Doet dat goed. Rodri. Fernandes. Dybala. Fernandes. Senesi onderschept. Tonali. Summerfield. Goeie paas richting Bosnić. Kans nu, Robert Bosnić. Krijgt de bal niet lekker voor. Dus de bal voor Real Madrid. Havertz, Fernandes. Havertz. Eerst dat hij er bijna op zit bij de 2-1 voorsprong. Voor ons gelukkig. Dan houdt hij de bal binnen hier. De speler van Real Madrid. Ja, Dalot houdt de bal binnen. Moeten we nog gaan verdedigen daar. De Wan-Bissaka de achtervolging in. Wordt de bal er nog voorgegeven? Ja, bal wordt voorgegeven. Gekopt ook. De licht zit erbij. Nog een keer het kans. En is het junior die de bal naschopt. Tweede helft begonnen. 47e minuut. Ødegaard. Prachtige paas richting Coman. Kan er nou gelijk de kans komen. Zo vlak naar Rusland bij München. De Jong. Redding van Courtois. Rebound hier misschien. Ødegaard. Nee, bal weggehaald. En ook buitenspel van Martin Ødegaard. Zo had hij doelpunt sowieso niet geteld als hij erin had gezeten. Courtois. Richting Dybala. Die de bal weghaalt. Opgevangen door Summerfield. Summerfield onderschept door Rodri. Tackle van Tonali. Goed. Ødegaard. Wel weer op zijn met onderschept. Dus de bal weer voor Real Madrid. Junior. Fernandes. Weer een harde tackle hier van dezelfde Tonali die net al geschorst was. En nu weer geschorst gaat worden voor de volgende wedstrijd. Net terug van de schorsing en nu alweer geschorst worden. Per direct rood. Dat is ook wel een grove tackle. Maar dat betekent dus dat Tonali weer de volgende wedstrijd niet mee mag doen in de Champions League. En ook dat hij deze wedstrijd nu met 10 man verder moet. Wat een domper. Zo moet je eigenlijk toch niet laten zien in dienst van je team. Maar goed, hij is wel een van de goede middenvelders. Maar dit soort dingen moet hij gewoon niet doen. Hij heeft af en toe van die momentjes. En ja, dan gebeurt dit. 72 minuten ondertussen. En het is de 2-1 voorsprong. Bal voorgegeven in de handen van Courtois. Zo tikken de laatste minuten weg. Zitten we in de laatste kwartier van de wedstrijd. Als wij de 2-1 voorsprong hebben.
die we natuurlijk ook willen behouden bij deze stad, gaan we sowieso door naar de volgende ronde van de Champions League. En dat willen we natuurlijk ook behouden. Rodrigo, snelheid, aanval nu weer voor Real Madrid. Tackle proberen in te zetten. De bal zijn nog steeds voor Real Madrid. Hakimi. Havertz. Opnieuw de tackle. Nog steeds de bal voor Real Madrid. En nu onderschept en is het nou de ingooi. Maar op die witte kaart. Zagadou krijgt geel. En dan gaat Coman er niet uit. En laten we staan. En de overtreding is dus. De vrije trap is dus voor Real Madrid. Overtreding door Bayern München genomen. En deze vrije trap gaat heel slecht naast geschoten worden. Dan gaat nu Zagadou naar de kant. De man met geel. En Diaz, ik zei het al. Hij wordt een invaller. En nu is het ook de invaller. Diaz, de vervanger van Zagadou. En we gaan kijken hoe hij het nog gaat doen in deze laatste 10 minuten van de wedstrijd. Van Bissaka. Goed meegeven. Nee, onderschept. Jammer genoeg. Dus de bal weer voor Real Madrid. Junior. De laatste minuten tikken weg voor Bayern München. Die zich gaat plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Bijlo hier. De bal klem. Kan het zich dus plaatsen? Kunnen wij ons plaatsen voor de tweede jaar brei in de finale van de Champions League? Laten we het hopen. Laten we het hopen. In ieder geval hebben we volgens mij nog de halve finale. Of zit de halve finale? Ik weet het niet meer. Bozing dan met de kans. Maar die bal gaat over dat lopje. Volgens mij was dit de kwartfinale. Als ik me niet vergis. Ja, dit was de kwartfinale. Ik weet het niet meer. Ik heb zoveel wedstrijden gespeeld. Ik speelde zoveel dingen vooruit voor jullie. 3-0 komen we. 3-1 komen we eigenlijk hier. En het is de derde van Robert Bozing. Die uiteindelijk toch nog zijn hattrick. En daar mag hij de wedstrijd ook mee eindigen. Dus, want het is de laatste 2 minuten. 7-3 in totaal. We winnen met 3-1 van Real Madrid. Ook uit 3 keer Robert Bozenik. Die echt de man van... Ja, ik wil niet zeggen de man van Bayern München. Maar hij heeft zich wel laten zien in dienst van Bayern München. En Bolo voorheen nog de topspits. Nu is dat Bozenik voor Bayern München. En mocht... Ja, we gaan sowieso vertrekken. Maar dan gaat Mbolo niet mee naar de volgende club. Dat wordt denk ik dan Robert Bozenik. Want hij speelt zo goed. En laten we hopen dat hij het ook zo goed blijft doen. Als we hem naar de volgende club meenemen. Bezitbal gaat niet voor. Nog 1 minuut over van de extra tijd van de 3 minuten. En die zijn ook al bijna voorbij. Maar er komt nog een keer gewoon de doeltrap van Justin Bijlo. Die de wedstrijd aan Maraaf afsluiten met die doeltrap. En de bal komt nog hiervoor bij Bozenik. Maar het is klaar. We winnen met 3-1. 7-3 in totaal. Dat betekent dat we geplaatst zijn voor de volgende ronde van de Champions League. De wedstrijd tegen Gladbach gaan we simuleren. Die winnen we met 3-0. Ja, competitie gaat het zo lekker voor Bayern München. Echt ongelooflijk. Daarna hebben we de wedstrijd in de beker tegen Hoffenheim. De halve finale. Ook die simuleer ik. Ik ga er wel gemakshalve een beetje vanuit dat we die winnen. Tegen Hoffenheim. Lijkt niet zo'n moeilijke tegenstander. Sorry voor Hoffenheim fans. Geschorst. Ja, we gaan kijken. Ja, tuurlijk. Tonali is geschorst. Mag niet meedoen de volgende wedstrijd in de Champions League. Hoffenheim gaan we simuleren. En daarna de wedstrijd tegen HSV. In de competitie ook. Deze wedstrijd winnen we maar nipt met 1-0. Wel weer Robert Bozenik, maar wel een speler die geschorst is. Dus die mag niet meedoen, Zagadou. De wedstrijd tegen HSV Hamburg. En die wedstrijd winnen we met 4-0. En dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat zien we de volgende aflevering weer. De wedstrijd in de Champions League. Speler geblesseerd. Wie is er geblesseerd geraakt dan? Oh, Ødegaard. Ja, voor 6 weken volgens mij, als ik het goed weet. Dus dan moeten we daar een vervanger neerzetten. Dat wordt dan die speler. Dat hebben we heel snel. Ik zag even niet wie dat zo snel was. Ik deed het zo snel. Dus op een gegeven moment weet ik ook niet meer wie wat waar. De volgende wedstrijd in de Champions League is tegen Inter. Maar dat zien jullie zondag weer. Morgen de bed van Mario Career Mode met Cardiff City. Ik ben over te kijken aan deze video. Dat ik op het duimpje heb gedaan. En dan zeg ik zoals tijd is als nu. Later. Yeah.